Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik iets super tofs doen, namelijk ik ga metaal detecten. En ik heb veel mensen dit zien doen op YouTube, maar ik heb ook mensen op YouTube gezien die gingen magneetvissen. Dat lijkt me ook super tof om nog een keertje te doen. Zet even in de reacties als jullie dat willen, dan ga ik dat misschien ook nog doen. Maar in deze video gaan we dus metaal detecten. Ik heb een pinpointer, dus dat kan je voor de kleine muntjes of dat soort dingen. En ik heb een hele grote metaal detector. En dit is echt zo'n stick die je over de grond heen moet zwaaien. Dus hier zo gaan we dus hopelijk geld en andere leuke dingetjes mee vinden. En ik heb het intro nu opgenomen, maar hiervoor gebeurde me iets heel raars. Dat ga ik even uitleggen. Dus het kan misschien dat ik een beetje, hard-hoog, weet je wel. Het was heel spannend. Maar ik leg nu even allemaal uit en dan gaan we lekker metaal detecten. Oh. Moet ik ook vertellen wat dit en dit is? Ja, wacht even, er komt de auto aan. Oh. Ja, we wachten wel eventjes. Oh my god. Huh? Huh? What the fuck? Kom. Hij gaat terug naar de bus. Oké, dit is heel eng. Dit is heel eng. Dit is heel eng. Oké, ik wou dus net het intro opnemen, want ik wou natuurlijk even een metaaldetector video maken. Leek me hartstikke leuk. Opeens komt er een wit busje aanrijden. Nou ja, kan natuurlijk, want iedereen mag hier komen. Maar hij pakt het uit de bosjes, hij doet het in zijn bus en hij rijdt weg. Het was echt fucking eng. Dus ik weet niet precies wat het is. En hij ging ook nog iets in de kofferbak, ging je met dat pakketje doen? Hij ging het openmaken of zo, ja, met een wit pakketje. Ik weet niet precies wat het is, misschien drugs of geen idee, maar mijn hart staat echt hier. Hier, mijn hartslag is ook niet normaal hoog. Oh, gaat die niet uit? Ik zit even een beetje te trillen. Dus zet het ding, zullen we gaan kijken? Ja, ik ga even kijken wat het is. Ik zet dit ding even neer. Er ligt hier ook allemaal gewas. Nee, wij stonden achter een heuveltje. Hier zo, hier ligt een zak. Je pakt het hier vandaan, toch? Ja. Ik durf eigenlijk niet meer. Nou ja, hij is weg, dus... Oké, dus het is veilig. Laten we nu metaal leggen. Ja, maar we hebben wel het kenteken gefilmd, hè? Ja. We gaan wel even kijken wat het is en zo. Ja. Maar laten we nu maar even teruggaan naar de video. En laten we gaan metaal leggen. Oké. Ik hoorde een ping. Die leg ik even aan de kant. Gaan we met deze jongen aan de gang. Oké, hier zit het. Laten we het oprapen. Ik heb wat gevonden. Hier zien jullie het. Wat is dit? Ja. Wacht. Een merkje op. Het is een rondje. Oh, dat is de kant. En de onderkant, wat is dat? Ja, ik zie het. Zie je het ook? Fietsbel. Ja, ik denk het ook. Grappig. Nou, het is natuurlijk allemaal buiten. Het is best warm en ik vind het ook allemaal shit, zoals een fietsbel zoals jullie net zagen. Ik heb 20 verschillende soorten blikjes al gevonden. Ik hoop dat ik ook nog iets waardevols vind, dus ik ga gewoon even lekker door. Oh, ik heb wat. En hij geeft 80 hier zo'n schermpje aan, dus dat betekent dat het geen blikje of zo is. Dus deze leg ik even aan de kant. Dan ga ik even de precieze lijn kijken. Oké, hier moet het liggen. Huh. Ja, hou je pinpoint er maar tegen. Ja, dit was hier. Oh, wacht. Ja, ja. Het is... crap. Stukje ijzer. Deze moet natuurlijk aan de kant houden, anders gaat dit ding duwen.
Ja, ik wist dat er nog wat zat. Ligt hier. Ja, ja. Blikje nummer 26. Ja, dat was mijn schoen. Ja, hier zit wat. Nee, dit is hout. Even de pinpoint in. Hey, gaat sneller piepen. Hé, hey, ja, ik zie het al. Ik zie het al. Ik zie een munt. Shit, je hebt een munt. Ah, ik zie het. Hier. In de klei. Holy shit, het is gewoon 1 euro. Nice. Ja, hier is je op afgegaan. Is dat alles? Nee, er zit nog wat. Waarschijnlijk door een event of zo. Is dit dan? Oh, dat is gewoon hout. Gaan we nog er een? Hier, nog eentje. Wat? Nog een euro. Nice. Waarschijnlijk door een event of zo, dat ze daar gingen springen en dat... Omdat ze broekzakken gelegd hier. Ja. En die ene ziet er nog wel redelijk uit. Laat eens even zien. Leg hem allebei op je hand. En dit heb ik ook gevonden. Nice. Nou, 2 euro. Die ene ziet er helemaal aanslag uit, die andere valt wel mee. Wat dan? Oh, gewoon steen. Nice. Nou, kom, ga verder. Money. Ik heb wat gevonden. Nee, het is groot en rond. Denk iets van een bom wat je op YouTube hebt gezien. Ja, natuurlijk. Ja, nee. Jij vindt een bom. Serieus? Kom zelf kijken dan. Jij stopt dan met graven. Oké. Okay. Ik vind het te gevaarlijk. Ga zelf maar lekker kijken. Oh my god, ik stap vol. Nou, mijn vader heeft dat grote ronde ding dat we eruit gehaald. Ik shake een beetje. En ja, ik weet niet zeker wat het is. Misschien dat jij het weet. Ja, ik denk dat je iets van een landmijn gevonden hebt of zo. Het is echt niet normaal. Zij toch die ene bom? Ja, nee, je had wel gelijk. Sorry. Dus, maar het is wel echt toevallig. De eerste keer dat ik het ga doen. 2 blikjes en meteen een bom. Ja, nou, we gaan de politie bellen. Ja. En ondertussen gaan we hem even filmen voor jullie. Ik wil eigenlijk niet meer te dichtbij komen. Ik vind het ook nog steeds eng. Ik wil eigenlijk hier helemaal niet meer staan. We gaan wel even terug naar het hek. Waar eerst net... die auto, nu deze bom. Het ik is vind wel een weirdest dag. Ja, we gaan, ik ga hem even filmen zo. En ja, we gaan het politie maar even bellen. Ja. Ja. Nou, ik waag me toch er even bij. Hier is het echt eng wat je doet. Ja, hier is het gat. En hier ligt dat ding. En er ligt alweer een beetje puin op. Maar zoals je kan zien... Hij is rond, er zit een randje in. Ik vind het echt eng dat je daar staat. Ja, ik ga ook zo weg. Ja, dit is echt niet oké. En het is van staal, dus we gaan nu gewoon bellen. Mijn hart staat nog steeds heel hoog. Ja, ik kan me voorstellen. Ik dacht echt dat het niet dat je een grapje maakte. Of dat je dacht, nou, even ik heb gewoon een deksel van een pan gevonden of een wiel erop. Een wiel erop, ja. Maar gewoon, eerst, gewoon, we zijn nog geen uur bezig. Nee, misschien een half uur. Bijvoorbeeld als u nu een verdachte situatie ziet, belt u 112. Dat was hiervoor. Bent u iets verloren of heeft u een voorwerp gevonden? Neem dan... Goedemiddag, politie met Sander Bruin. Wat kan ik voor u doen? Hallo, met Kim. Ik ben hier zo in Krommenie met mijn vader een video aan het opnemen voor mijn YouTube-kanaal. We waren namelijk aan het metaaldetecten. Alleen, we waren bezig en ik dacht dat we iets van een bom of een landmijn gevonden hadden. En we durven er ook niet meer bij. We zijn nu van het terrein af. Maar we weten dus niet wat we nu moeten doen. Oké, ik ga u even doorverbinden met de meldkamer. Blijf aan de telefoon. Meldkamer, politie. Hallo, met Kim. Ik ben met mijn vader was ik een YouTube-video aan het maken. En we waren bezig met metaaldetecten en we dachten dat we iets van een landmijn of een bom hadden gevonden. En we weten dus niet wat we nu moeten doen. En waar ben jij? In welke plaats? In Krommenie. Ik ga een melding aanmaken. Dan wil ik ondertussen vragen of jij straks een foto daarvan wilt maken en even wilt e-mailen naar mij. Ja? En uiteraard afstand. Ja, doen we. Ja, we zijn al van het terrein af. Ja, heel goed. Oké, ik ga het een en ander in werking stellen. En als je daar even wilt wachten, heel graag. Bedankt hoor. Goed, tot zo. Oké, doeg. Doeg. Nou, ik heb gelukkig een foto gemaakt ook. Dat heb ik net even niet gefilmd, maar ik heb een foto gemaakt. Die gaan we dus mailen naar de politie. En de politie komt dan, denk ik, of zo. Ja. Ja? Ik denk dat het ook slim is om even de spullen van het terrein af te halen. Zo. Ja, die staan nu achter het hek nog. Dat ligt wel veilig. Nou, let's go. Nou, de politie is er nu. Hij heeft even gekeken wat het was. En ja, hij weet niet zeker wat het is. Hij gaat even straks een boek pakken. Kan hij kijken wat het allemaal is. En hij denkt dat het misschien iets van een paal is of zo, een ondergrond,
waar dan de fietsenrekker of zo in heeft gestand. Of iets van een tent. En ja, hij zit een beetje aan het schoonmaken met een, ja, met een stoffer. Het is echt heel eng. De politie heeft het even goed onderzocht en er bleek dus dat er een soort gleuf of zo in zit. Het is dus gelukkig geen landmijn, dus... maar het is wel iets anders heel raars. Dus, vonden jullie dit een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal, zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!